Hallo, hallo, welkom in mijn volgende video van de chemiefabriek. En zoals u ziet heb ik een nieuwe skin. Een echte chemiewetenschapper. Vanaf nu. Geen Elende meer, ook heb ik mijn naam veranderd, maar dat kunt u hier niet zien. Dat is nu Stijn A ofzo, voor op de server. De gerechtigd server. En eens kijken, ik begin wel veel scrap te krijgen. Voort heb ik stapelende ertsen zie op, dat wel. Wat hebben we hier? Ik denk dat ik al die kleintjes eerst ga wassen, zoveel mogelijk. Dat ga ik eerst doen, dat is nodig. Voor zover het mogelijk is, ga ik ze wassen. Ik heb echt een beter wateropvangsysteem nodig. Een veel beter. Natuurlijk, ijzer is niet zo goed. Allee, ijzer. Heb ik genoeg? Ik heb genoeg magnetite. Maar donkere as is meer zeldzaam. Dat maakt het dan weer moeilijker. Netterkwarts. Hé. Zijn andere. Pardon. Nog een beetje ziek. Een andere. Een ander uitzicht. Plastic, plastic. En wat is dit? Kwarts, diamant. Daarmee kunnen zonnepanelen maken. Oké. Maar dat is voor magnetic raft, denk ik. Generates. Nee. Magnetic craft. Ja, dat is van hier. Eigenlijk is dat niet zo heel moeilijk te maken. Alleen als je plastic kan maken, toch? Plastic is nu net wel moeilijk te maken. En als je daarmee dan heat kan maken, bijvoorbeeld. Ik zeg nu maar iets. Zoals dit. A furnace fueled by electricity. Of gewoon heaters. En als je daarmee stoom kunt maken met heaters bijvoorbeeld. Generate heat. Steam from heat and water. Slows heat transfer. Ik zal dat wel nog eens vinden. Nu kan ik dat toch nog zo niet echt gebruiken. Deze wel, bijvoorbeeld. Heat, cable en firebox zou ik wel kunnen maken, bijvoorbeeld. Heat from solid fuel. En metaal zou ik misschien wel ook
stoom kunnen maken, maar dat is dan al moeilijker. Kerbyte, dus voorlopig kan ik enkel een firebox maken, bijvoorbeeld. En dit bijvoorbeeld brick furnace, om het zo te zeggen, zijn een van de weinige zaken die ik kan maken. Oké. Oké. Dat is zeer geavanceerd, want die hebben allemaal tungsten carbide nodig en dat kan ik nog niet onmiddellijk maken. Zeker niet. Dat is waarschijnlijk episode 50 of zo, denk ik. Misschien in het beste geval. En nog, ja, hier zijn er nog veel. Normaal na een tijdje vult dat wel terug op, hoop ik. Zullen dat wel zien. Tin dust, zink dust, dat is heel goed. Maar ene keer als ik staal heb, kan ik water van de regen opvangen met een dreien. En dat. Wat is dit? Crushing table. Echt. Interessant. Waarvoor zou dat dienen? Crushing table. Goeie vraag. Multiblock component. Ja, die mod is zeer interessant. Conveerblad. 3 ijzer. Niet zo heel duur. Ook. Allee, als ijzer ruim voorradig is, is dat geen probleem. Maar sowieso mijn eerste stroomgeneratie zal gebeuren via deze machines die warmte, gezien deze, zeer goedkoop zijn om te maken. En ik er al enkele heb. Mogelijk gebruik ik zelfs een vloeistof. Misschien. Als ik brandbare vloeistoffen tot mijn beschikking heb. Hier mogen al deze. En ik heb zelfs een tekort aan plaatsen om alles te steken. Dus moet ik ze hier steken, bijsteken, om het zo te zeggen. Obsidian scrap, maar die zit hier al. Dus steek ik die hierbij. Zo, koper. Dat kan ik eventueel al smelten. Dat mag hierbij. Die mogen hier, die heb ik voorlopig niet nodig. Oh ja, en ik moet even mijn automatiseringsmodule tonen en de sifting machine die kan dit compleet automatisch doen met de expense van stroom natuurlijk. Dan moet ik die hier gewoon aansluiten en zorgen dat de juiste richting gekozen wordt met een iron pipe. Dan heb ik deze ook niet meer. En wat het gebruik betreft hebben ze wel een zeer nuttig gebruik, want dit kan aangewend worden voor wand te maken, dus deze dingetjes allemaal.
En ik heb het opgezocht en sommigen hebben echt wel leuke eigenschappen. Hele leuke. Is toen aan die Milky Quartz geraakt, dat moet ik nog uitzoeken. Dat is zeer interessant. Dan heb je er maar één nodig. Oh. En ja, daar, dat is het enigste. Ja. Onyx heb ik opgezocht, is gewoon flint. Dus het wordt niet speciaal extra nuttiger, om het zo te zeggen. Deze zijn gedroogd. Peat drying pellets. En die kan ik dan normaal naar dat converteren, want dat heeft geen gerechtigwaarde. Ziezo. Ik heb 1 daar cash, dus ik kan exact 1 ijzer maken. Wow, 1 ijzer. Hoe leuk. Hoe leuk. Niet echt super leuk. Heb ik nog andere gems? Deze is niet geschikt voor een schoppie mee te maken. Maar hier heb ik 2 schoppen. Dus gebruik ik die. En ik ga nog eens naar de woestijn gaan. Te zien of er nog fijnere dusts voorhanden zijn. Die Onyx mag ook naar daar. Later wordt dat een barrel. En eten. Kook het. Gekookte ham. Lekker. Een van mijn volgende doelen is ook cobblestone natuurlijk. Veel mijnen. Heel veel. De meest leuke job in Minecraft. Mining. Minecraft. De naam zei het zelf. Natuurlijk door het leven aan zonder te menen, maar dan gaat er weinig gebeuren. Heel weinig. Natuurlijk die zandertsen zonder shifter kan ik er niet veel mee doen. Eigenlijk niks. Ga ik terug wat van deze kleintjes verzamelen. Die zou ik zoveel mogelijk willen houden voor, hoe noem het? De sluis. Sluis. Of sluis, ja. Zoiets. En hier zijn nog voldoende small ores eigenlijk. Maar ja, die ga ik houden voor de sluis. Misschien dat ik enkel de koolertsen doe, omdat die kunnen ook gesift worden. Maar waarschijnlijk zal ik ruim voldoende krijgen van de zandblokken die hier voorhanden zijn. Alleen heb ik zo wat malchance buiten de kool dan, dat moest ik hebben. Dat ik allemaal die crushed ores krijg en niet de dusts, dat is beter. Hematite dusts. Lood dusts. Lood is trouwens belangrijk voor opslag ook. Aha, hier komt het koper. Hier is veel koper. 2. Koper is ook handig omdat het nikkel heeft, bijvoorbeeld, als u het wast. Lood kan zilver geven.
Zilver is op zich niet zo super belangrijk. Nu toch nog niet. Zie ik buildcraft pipes kan gebruiken met gemak. Dus dat is geen enkel probleem, anders zou ik er elektrum mee maken. Maar ik denk dat andere mods ook wel zilver gebruiken voor verschillende zaken. Dus zal ik het daar wel kunnen gebruiken. Sowieso. Weer antradiet, denk ik. Straks is op zoek waarvoor zilver kan gebruikt worden. Kans is natuurlijk het grootste dat ik zwavel zal krijgen. Met zwavel kan ik dan explosiefjes maken, bijvoorbeeld. Ruby. Interesting. Interessant. Bismut, dat geeft gewoon bismut normaal. Maar kan wel goed zijn voor burning boxes of boilers. Dat is pyrope, denk ik. Hematiet. Ik heb al redelijk wat dust ondertussen. Die heeft magnesium bijvoorbeeld. Magnesium is ook nog niet zo nuttig, denk ik. Ik weet de ene keer als ik een chemische decomposer heb en een chemical synthesizer, zal dat wel nuttig zijn voor sommige dingen. Maar dan heb ik ook bijvoorbeeld een koperproductie, een massa koperproductie. Dan kan ik koper maken van planten en dergelijke organische materialen. Ik denk zelfs van cactussen, mogelijk. Ertsen in overvloed. Ik heb echt nog niet alles van die woestijn ontdekt, zo te zien. Wat deze van ertsen aanbiedt. Echt nog niet alles. Dat ga ik nu dus wel doen. Zijn vooral lood en koper het belangrijkste. Maar je toch uiteindelijk wel een power systeem zou willen hebben. Voor de niet-ijzer economie. Jammer genoeg zit het nog met oude generatie, anders had ik veel meer koper. Veel meer. Is er nogal een ondergewicht aan koper? Uiteraard veel hout is er wel. Hout is ook een bron van koper. Dus dat hout gaat later heel belangrijk worden. Daar duizenden haartjes in de grond. Op zich geen ramp. Dan zie ik wat eronder zit. Dus dat is eigenlijk zeer goed. Kan niet beter zelfs.
7 koper dust. Ik zou weer voort kunnen met mijn bronzen tools. Dat is zeer goed. Niet per se bronzen tools, maar toch. Eerste machines en zo. Want ik gaf brons en toch koper nodig hebben voor leidingen, voor stoom. Ik kan ook wel de buildcraft pipes in het begin gebruiken, maar enkel voor zeer zwakke machines. En als ik ze maak, moeten ze sowieso uit hout gemaakt zijn. Dat zijn de enigste die genoeg transportvolume hebben. Al de rest is niet zo goed, om het zo te zeggen. Misschien zijn er nog pipes van andere mods die ik zou kunnen gebruiken. Misschien wel. Super olifant, echt wel. Zie dat ik er niet in geraak. Dat is een merde om daar uit te geraken. En dat wil je niet voor hebben. Je zakt compleet naar beneden, zo'n beetje gelijk die zwarte blokken zo. Die vaste blokken op land ook. Zijn een beetje gelijkaardig. Nu moet ik juist nog mijn stack terugvinden. Dus met zo, ja, terugvinden van waar ik gekomen ben zo. Hier heb ik geen kaart. De woestijn is normaal niet enorm groot, dus echt verdwalen denk ik niet dat ik zelden. Hier ben ik al geweest, overduidelijk, wel niet voor die kleintjes hier. Nog niet voor de kleintjes. Die kant is het ook al niet duidelijk. Nee, die kant is het zeker al niet. Ik denk dat ik een beetje verdwaald ben. Klein beetje. Ik ga duidelijk meer kisten nodig hebben. Echt wel. Ik denk dat ik zelfs bijna aan het maximum zit ondertussen. Van hetgene wat ik kan krijgen. En daar gaat een schop. Ik ben er zelf van verschoten van het geluid. Veel chalcopyrite. Oké. Keer kijken, hè. Van waar ben ik gekomen?
Mogelijk van hier, toch? Ja. Hier heb ik een ganzenhoop. Er zit een leeggraven. Toch 8 koper. Nee, niet van hier. Oh man. Dan moet ik mijn hele hals terug de weg terugvinden. Dat is balen. Echt wel balen. Kijken, dat mag hier, dat mag wisselen. Cassiterite, en toch een grote opbrengst. Koper heeft hout, kobalt, hout of kobalt, dat is goed. Cassiterite heeft zirconium en tin. Zirconium heeft nog niet echt nut, denk ik. Zirconiumrots. Handig. Metal press. Dat is eigenlijk de beste manier om een rot te maken, denk ik. Zonder te smelten. Of dit dan, extruder, die kan van alles praktisch iets maken. Dus nu ga ik wel selectief moeten zijn, dat is kool denk ik. Die moet ik zeker hebben. Rivier. Ik ben geen rivier overgestoken, dat weet ik zeker. Ik heb geen rivier overgestoken. Dus hier is die olie terug. Ik denk dat mijn basis bij die boom moet zijn, denk ik. Dat zou goed kunnen. Alleen dit is niet goed. Nee, dat is niet goed. Ofwel ga ik rond, ofwel herstart ik. Ah, het is weg. Hebben we nu? Zo de eerste keer dat dat gebeurt. Meestal gebeurt dat niet. En blijf je ermee zitten. Moet je de wereld heropstarten. En zal het kloppen? Is de portal hier bij die bomen? Of heb ik mij vergist? Ik denk mij toch vergist te hebben. Precies. Ik heb wel een bauxiet ader gevonden. Is niet slecht, titanium. Zeker niet slecht. De woestijn is groter dan ik dacht, veel groter. En daar is koper, daar in de achtergrond.
Maar gezien alles nog zo vlot gaat, zonder enigszins te bevriezen, is het geen nieuwe wereldgeneratie, dus het is sowieso. Gebied dat al eens verkend is. Dus ik denk dat het niet ver moet zijn, hoop ik. Ik zal en moet het vinden. Echt wel. Misschien is het daar. Daar kan het ook zijn. Ja, daar is het. Vanaf als ik bij de portal ben, of als alles in de kisten is, sluit ik het af. Dat ik in de Engelstalige video een nieuwe trip kan doen en zo nog meer koper kan bemachtigen. Misschien titanium voor een snellere smelter. Het zou zeer handig zijn. Maar dat is nog af te wachten. Cobblestone menen. Ik had dacht ik nog wat pickaxe heads heb ik gezien. Kan ik deze weg wat efficiënter maken? Nog beter zijn. Veel beter. Gems moeten in een andere kist. Ja, de voorraad is niet slecht. Een flawless ruby is ook niet slecht. Almandine. Zeker niet. Koper. Goud. Oh, nikkel. Dus ziet, dit is zeer belangrijk, deze machine. Sluis. Pardon. Sluice, dat output per item verhoogt. Hematiet is enkel het pure erts, dus die moet ik eerst vermalen en dan pas kan ik die smelten. Liquid oxygen, maar met het visuele uitzicht van zaadolie. Oké. Ik kan hem ook natuurlijk in de crucible smelten. Dat gaat ook. Is in elke soort doenbaar. Kolen mogen naar boven. Magnetite, dust, purified magnetite ore. Sisoot.
Dus dat is goed. Cobblestone. Cobblestone, ja. Eens kijken, heb ik al gear mods? Ik weet hier cobblestone en stone, zie ik. File heads, raw pickaxe, raw chisel, gears. Zo. Wat ik wil zijn gears voor in de volgende video, zodat ik meer van deze dinges kan bouwen. Voilà. Een X. Zodat ik meer eten kan verkrijgen. Dat mag even zo. Ik heb al een redelijke hoeveelheid cobblestone. Oh ja, ik ging afsluiten. Eerst die ham koken. Zo, ziezo. De allereerste machine die ik ga maken, denk ik, is een centrifuge. Dan maak ik, kan ik charcoal maken, dat geeft as en daarmee maak ik carbon dust. Dat geeft mij de hoogste yield voor ijzer. En ook kan ik al die dusts die daar beneden zitten ook sorteren zonder water bijvoorbeeld. Oké. En nu ga ik het laten en ik zie jullie een volgende keer weer. Bye.